De gemeente Amsterdam heeft plannen voor een snelle busverbinding tussen Sloterdijk en Schiphol, de West-tangent. De buslijn loopt door Amsterdam-West, stopt minder vaak, rijdt deels over een busbaan en rijdt vaker dan de huidige bus 69. De gemeente denkt dat op Schiphol, Sloterdijk en in Nieuw-West steeds meer mensen gaan wonen, werken, studeren en uitgaan. Er worden dagelijks zo'n 17.000 mensen verwacht. De grootste verandering is dat de lijn 69 zoals die er nu is, die gaat verdwijnen. En daar komt de snelle HOV Westagent voor terug. En die gaat stoppen op 8 plekken in het stadsdeel. Dus minder vaak, maar daarmee zal je wel sneller op je bestemming zijn. Hoe snel? Hoe lang duurt het dan van Sloterdijk naar Schiphol? Ja, over het totale tracé zal het uiteindelijk 10 minuten sneller zijn. Dan Zwanenburghof. Daarbij sluit de bus goed aan op andere snelle openbaar vervoerlijnen in de regio en gaat via plein 4045, het Osdorpplein en het Belgiëplein. Buurtbewoners rond het Belgiëplein zien wel voordelen in de nieuwe buslijn. Nou, ik denk dat het op zich wel een mooie oplossing is, dat je dan toch op tijd je vliegtuig dat op zich kan halen. Dat je niet in de file dan terecht gaat komen. Dat je dan toch in één keer kan doorrijden eigenlijk. Zoals je zei, als het voor die naar Schiphol te gaan, dan vind ik het fijn. Omdat dat gebruik ik vaak. Wat zou dat goed zijn voor de buurt? Ja, ik denk het wel. Om de buurt op te knappen wel, ja. Het wordt steeds drukker qua verkeer. Dat merk je ook in alles hier. Dus. Dat zou prettig zijn. Ja. Omdat, ja... Als het vaker komt, dan hoef je niet zo hastig. De Westtangent rijdt straks in een groene vrije middenberm over de Anderlichtlaan. Bij het Belgiëplein komt de nieuwe Westtangent halte langs de busbaan in zuidelijke richting. Aan de andere zijde wordt een nieuwe opstelstrook aangelegd voor het reguliere verkeer naar de Laan van Vlaanderen. Hiervoor moeten wel een aantal bomen wijken. Dat heeft voordelen en nadelen. Ik bedoel, met het openbaar vervoer wordt alles makkelijker. Maar daar moet je ook bomen voor kappen en dat is niet bepaald goed voor het milieu. Is het goed voor de buurt? Ik denk het wel, ja. Ja, waarom? Sneller gewoon. Er zijn veel mensen, bijvoorbeeld als ik met de bus ga, dan is het heel druk in de ochtend. Maar mensen die gewoon direct naar Schiphol willen, kunnen dan gewoon die bus pakken. Wordt ook wat rustiger in de bus. De kruisingen voor alle verkeer over de busbaan worden aangepast, zodat er meer ruimte komt voor auto, fiets en voetganger om veilig over te steken. Hiervoor worden 2 tot 4 bomen per kruising gekapt. Ja, op zich is dat natuurlijk ook wel weer een beetje jammer. En ja, het is natuurlijk wel, ik hoop wel dat het wel veilig blijft voor de voetgangers, zodat je wel, natuurlijk wel veilig kan oversteken. Veiligheid boven bomen? Ja, in dat opzicht denk ik wel, ja. Ja, je moet geven en nemen. Als je hier bomen weghaalt, zullen er ergens anders weer bomen terugkomen. Dus, Meneer Zetzetkoorn brengt en haalt dagelijks zijn dochter voor school. Een veilige oversteekplaats is van essentieel belang. Maar of het er veiliger op wordt... Als het een snel verbinding is van dat bus, is het gevaarlijk voor de kinderen. Want dit is een school wat hier is. Twee scholen dan. Ja. Wat zou er dan moeten gebeuren volgens u? Ja, wat? Zoek een andere weg, neem ik aan. Of een veilige oversteekplaats. Ja, of een veilige oversteekplaats, ja. Op 10, 14 en 15 december zijn er inspraakavonden over de nieuwe Westtangent en de veranderingen in het openbaar vervoer. Mede voor meneer Zetzetkoorn een belangrijk moment om zich te laten informeren. Ja, ik kom. Ja. Waarom? Om dit tegen te houden misschien. Dan moeten ze een alternatief gaan bedenken. En net als wat u zegt, een goede, veilige oversteekplaats.